my god! Oh my god, goede loot! Level 3, vesten, alles! En een andere term uit PUBG. Ja, want mocht je hem niet zo herkennen als je hem zo ziet, dan ik moet hem even draaien. Dit kwam ineens gewoon binnenvallen op geen HQ. Het is gewoon een daadwerkelijke supply crate van PlayerUnknown's Battlegrounds. Hoe weten we dat? Dit is een soort van parachute aan de bovenkant en je ziet soort van... Dat loopt zo. We missen de parachute wel, maar misschien zit die erin. Ja. Uitnodiging om te gaan skydiven. Welkom bij een nieuwe unboxing. Ja. Dit komt ook gewoon ineens binnen. Wij weten ook niet wat erin zit. Het is maar... weer zo meme gevoelig hoe we nu zijn geopend. Ja, dit inderdaad. Is zo cringy. I love it. Je zit vast wel weer in een of andere cringe compilatie. Einde van het jaar. Cringe compilatie gamers net. Make it happen. Maar wij weten ook niet wat erin zit. Maar het is wel weer een pakketje van Xbox. Hè? Want voor de mensen die niet weten. Microsoft heeft natuurlijk wel een beetje een vinger in de pap bij de marketing van PUBG. Daar hebben we al eerder een keer een perskreet gehad. En Xbox is ja, tuurlijk. Ja. Ze brengen hem uit op Xbox One. En, ja. Goed, we hebben al een keer een perskritje ervan gehad. Maar dit is god, wat een system seller. Wat een system seller is dat, zeg. Oké, ja, weet je wat? Get out. We zijn waarschijnlijk... Oh, wat? Huh? Heel PUBG is gecrashed. Ja, dat is ook nog een dingetje op de Xbox. Game preview versie. Ah, dit is echt heel kut. Zij sturen dit alles op en we zitten ze gewoon af te zijn. De game is weer een stukken verbeterd. De Xbox versie heeft tegenwoordig ook Miramar en zo erbij gekregen. Dus de Xbox versie gaat daadwerkelijk best wel hard. Zullen we hem gewoon openmaken en kijken wat erin zit? Doe die anders. Ja, want jij hebt meer met PUBG dan ik. Het schuift niet, dat dacht ik ook. Maar dat is wel. Hij schuift er dus wel uit. Maar volgens mij hij is een beetje vacuüm. Ja, maar dat is... Kijk, unboxen is een beetje... Unboxings en erotica... Fine line. Dit wordt misschien ook zelfs demonetized. Omdat het gewoon zo... Oh, in de game gaat dit ook zo traag. Het is niet alsof ik hier spanning op probeer te bouwen. Het is gewoon dat die vacuüm zit. Yep. Ja! Ja! Oh okay, my god. Oh, dit is zo tof. Het is een rugzak. Maar dit is de rugzak. Kit. Ik zei voor de grap level 3 vest, maar correct me if I'm wrong, maar dit lijkt echt een level 3 rugzak. Er zit ook nog een zak in, maar die gaan we zo. Ja, ik denk dat we eerst hier gewoon. Is dit gewoon 1 op 1, denk je? Dit lijkt best wel 1 op 1 de level 3 backpack. Maar dan, nice. Ja goed, er staat nu ook echt PUBG en Xbox One op. Maar dit qua vorm en qua camo ook en zo die erop zit, het is heel erg zoals in de game eruit ziet. Oké, we gaan dit openmaken. Ik denk, het voelt... Oh, er zitten heel veel dingen. Oké, er zitten heel veel dingen. Hier zitten allemaal kleine goodies in. Ik dacht al, want meestal zit er wat in. Nice! Oh, wederom een code voor de Xbox One versie. Ik denk dat die komt te vieren dat Miramar een dingetje is. Oké, nee, sorry, het was alleen het verhaaltje, maar het zag er precies hetzelfde uit als de code. Man. Zoals we ook kregen met die vorige perskit. Zo lekker, iedereen was van, ja, nee. Ja, sorry. Oeh, Miramar Kukt. Illustrated Map. Dat is de nieuwe multiplayer map, toch? Ja, dat is leuk, want we hebben deze dus ook van Erangel gehad. Maar het is wel mooi dat ze dit zo ook introduceren van, hey jongens, we hebben nu ook die andere map, dus je krijgt ook zo'n daadwerkelijke map ervan. Kijk, we krijgen zo'n kaart erbij en als je Tom en mij een beetje kent, dan wordt dit sowieso gaan ophangen, stift erbij, plannetjes uitrekenen, prikketjes erin, lijntjes trekken, lopen we van hier naar hier. Hier gaan we landen. Ah, dit is tof. Oh, en oké. Ik vind ook wel mooi dat hij is lore-friendly, omdat er hier dus ook allerlei reclames staan voor verschillende pandjes die dan volgens mij ook op Miramar zelf zitten. Maar nu niet meer. Nee, hoe? Gezien... Nou, ze zijn er nog wel, maar ze liggen nu allemaal machettes en geweren in. En de achterkant is gewoon een vette poster van het icoon van PUBG, Larry. Hoe heet hij? Ik heb geen idee. Hij zal geen naam hebben, maar bij deze heet die guy op de cover nu gewoon Larry. Larry. Wel mooi ook, want we hebben dus ook al een baklava. Of een balaklava hebben we al. En nu is het dus ook gewoon... Oh, dit is gewoon een bandana, dude. Oh my god. Ik ben zo down hiermee. Ik vind deze dingen oprecht heel fijn. Ik gebruik deze altijd voor het snowboarden. Wow! Dat is op zich gewoon... Tuk, live en nerd. Want je hebt nog steeds... Dit is het Xbox logo. Je hebt wel ondersteboven logo. Hoezo? Er zit ook nog een logo op. Dit logo is het ondersteboven, maar die dan weer niet. Dus hij is... Ik vind het zo fijn dat je gewoon naar mijn gezicht wijst en zegt, er is daar iets fout. Oh, ja. wat vet dit. Ja, dit is echt super ruig gedaan. Gewoon een bandanetje erbij. Dingen. Nou, dit is super handig. Voor als je gaat survivalen. Survivalen of gaat Battle Royale. Battle Royale. Dit is gewoon... Hier kan je gewoon je water in doen, denk ik. Ik neem aan dat het daarvoor gemaakt is, maar hoe vul je hem dan gewoon via het gaatje? Een mooie fanny pack om je water in te doen. Dat is vet als je dit dan als je fanny pack hebt. Zo. Ik heb het idee dat naarmate Xbox meer van deze dingen opstuurt, dat we straks echt gewoon als PlayerUnknown Battlegrounds fucking fighters hier rond kunnen lopen. Snap je? Nou, het is bandana, baklava, alles. Verbazingwekkend hoeveel PUBG poppetjes
en inwoners van Rotterdam-Zuid op elkaar lijken. Baklava, fannypackjes, dingetjes. Ze willen allemaal vechten om de laatste te zijn. Je weet zelf. Nou. Ik vind dit ook wel mooi, maar ik denk dus dat er hier beneden staat dus ook waarschijnlijk gewoon een code. Dus die gaan we blurren, denk ja, ik? Nou ja, ik hou nu mijn vingers voor waarschijnlijk 3 letters. Dus ik ga mensen nu al alles kopiëren. En alle opties proberen. Wat een dikke care package nu al meteen. Maar ja, vet. We zijn er gewoon nog niet. Nee, want er zit ook nog een zak, maar ik denk dat daar niet zoveel in zit. Je ziet hier iets in liggen en je zegt dan meteen, nou, ik verwacht er niet veel van. Nou, ik denk dat gewoon een slaapzak is. Oké. En dat dit zijn de goodies. Dit zijn de goodies. Dit telt niet. Nou, het telt wel. Dit is gewoon een slaapzak. Het lijkt wel een hangmat misschien of zo. Oh, dat zou ook wel kunnen. Gewoon dat je ergens gewoon tussen twee bomen gewoon kunt... Dat is een ghillie suit. Dude, als het een ghillie suit is. Volgens mij is het gewoon een halve tent of zit hier een... Een tent is het meest logisch, denk ik. Dat is wel echt... Het lijkt wel echt een ghillie suit, ik zeg je heel eerlijk. Ja. Wat staat er op dit dingetje? Wacht, oké. Okay, dus dit, okay, pak het kleedachtige condoom. Oké, wacht. Luister dan, ik denk het wel. Zou dit gewoon echt een motherfucking ghillie suit zijn? Ja, het begint er langzaam maar zeker steeds meer op te lijken. Bro! Dit is zo lauw! Nee, oh, oh ja! Trek het aan! Let's go! Je gaat in de game zoveel sneller! Waar zitten de gaten? Ja, dat is 1. Ja, en die andere... Ja, juist! Ik haal hem net uit de zak. Wow, dit is zo lauw! Dit is zo ruim, man. Niemand ziet me! Ik zeg ja. Tom? Wat episch! Dit is echt super ruig! Dit is de vetste goodie waar we eigenlijk helemaal niks aan hebben die we ooit hebben gehad, denk ik. Ik denk dat dit de meest nuttige goodie is die ik ooit heb gehad. Ja, man. Ik vind hem, hij lijkt wel echt, volgens mij, tenminste vanuit mijn first person perspectief, dit is wel hoe die in de game ook is. Ja, volgens mij is het allemaal best wel 1-op-1. Wacht, nu moet je nog even je fanny pack om, met je water. Dit rugzakje om, ook gekamoufleerd. Ik heb het gevoel dat er nog iets in die rugzak zit. Of is die rugzak gewoon, zit wat gewicht aan? Dat is het gewoon, hij is gewoon military grade. Oké, ja, hij is dicht. We moeten wel even vastklikken hier, dan ben je helemaal backpacking naar Bali. Backpacking naar Myanmar, joh. Legit. Echt legit. Ja, ik doe voortaan denk ik gewoon al mijn video's zo. Niemand die me ooit nog gaat zien. Zijn. Eigenlijk moet je gewoon alles vandaag in deze outfit doen. Alles wat we vandaag opnemen. Welkom mijn nieuwe goede vrek, jongens. Ja. Ik vind het ontiegelijk vet. Ik dacht van dat eerste pakket wat we van PUBG ontvangen hadden, dat ik dacht al van... Holy shit, dit is al best wel ruik, want die pan en zo erbij, maar dit is next level shit. Dit is legit. Echt super vet. Ik ben heel benieuwd wat mensen ervan vinden. Als je deze care package zo geopend ziet, heb je dan zoiets van, nou, ik ga weer een potje PUBG doen. Of ja, van, werkt nou, het? Was leuk, doei. Werkt het PR gedeelte van PUBG? Ja, ga je niet weer spelen? Ja. Fucking vet, man. Jongens, bedankt voor het kijken en mensen van de, hoe heet het ook weer? De Player Corporation? Van Bluehole. Bluehole, bedankt voor deze prachtige care package die zomaar geen HQ op kon waddelen.